Clubliefde bestaat nog. Peter Rekers is er het levende bewijs van. Al sinds de B-junioren speelt hij voor Heracles Almelo. Maar soms gaat de liefde over en komt er een heftige nieuwe romance voorbij. In het geval van Rekers was dat VVV in Venlo dat hem voor 2,5 jaar wist in te palmen. Het afgelopen weekend had Rekers nog net tijd om afscheid te nemen. Met pijn in het hart, dat wel. In de branding Peter Rekers. De centrale verdediger samen met Nico Jan Hoogma. In B-jeugd kwam ik binnen al bij Heracles staan. En de hele jeugdopleiding doorlopen. Ja, toen kwam ik onder Frits Kobach, laatste jaar van Frits Kobach, kwam ik bij de selectie samen met Mark Looms. Mochten we direct doorstromen van de A1, direct door naar het eerste elftal. Dat was fantastisch en ja, dat is gewoon geweldig. Ja, dan heb je dus een aantal jaren, de goede jaren van Heracles meegemaakt in de eerste divisie. Met natuurlijk het absolute hoogtepunt was natuurlijk het kampioenschap, hè? Ja, dat was echt, denk ik, voor heel Almelo en omstreken was het gewoon een geweldig gevoel. En, ja, dat is wel het mooiste jaar, denk ik, ja. Ja, in dat jaar was er ook belangstelling voor je. Je kon ja, kiezen, wil ik een beetje niet zeggen, maar er waren toch eredivisieclubs die al ja, toch naar Peter Rekers zaten te kijken. En dan in één keer komt er een beetje de klad in. Hoe verklaar je dat? Ja, hoe verklaar je dat? Ja, ik was de eerste wedstrijd van dit seizoen was ik dan geschorst. En goed, die jongens speelden goed en ze haalden punten en ze hadden een mooie overwinning op SC Twente. Natuurlijk altijd belangrijk is hier zo bij ons. En ja, sindsdien heb ik wel een aantal, ik mocht een keer aan de basis starten, maar ja, toen ging het niet goed. En daarna wel een aantal wedstrijden thuis tegen Heerenveen weer gespeeld, hebben we gewonnen, ging het wel goed. En ja, toen was het ook in één keer over de sluiter. Ja, verwijt je jezelf wat? Weet je zo wat? Ik denk dat je altijd bij jezelf moet gaan kijken eerst. Maar ik ga zeker niet alles bij mezelf leggen. Want er zijn meerdere factoren die mijn vertrek heeft doen gaan van mijn vertrek. Het is dus ook zo dat op een gegeven moment trainer Ruud Brood het gewoon niet meer in je zag zitten. Op een gegeven moment was je gewoon vierde keus. Ja, dat klopt. Maar goed, ik heb dat nooit een gesprek gehad met de trainer daarover. En dat vind ik wel jammer. Maar goed, dat zei ze, dat is voetbal. En, goed, weer een Almeloze jongen. Iemand van de club gaat dus vertrekken in dit geval. Nou, je bent hier in de sporthal, je bent weer onder je vrienden. De naam Chucky is ook bij hun eigenlijk geboren. Wat doet je dat? Ja, dus het is wel raar. Ik ben vanmorgen op de club geweest ook. En ja, ik heb mijn kastje uitgepakt en dat is toch wel iets apart. Dat deed ik van, nou, dat is de laatste keer hier. En, ja, maar, ik ga weer een nieuwe tijd in, een nieuwe periode. En we gaan weer lekker aan de bak en dan kan we lekker voetballen. Ja, natuurlijk, ik ben echt een man van de club en een clubgevoel en ik weet ook hoe de jongens zich voelen en hoe hun denken. En, ja, ik ben zeg maar een van hun. Ja. Je gaat het missen, Peter. Ja, zeker. Oké, succes in VVV in Venlo. Dankjewel.